Hey, welkom. Wat leuk dat je erbij bent. Het is een bijzondere Koningsdag dit jaar. Er wordt van ons verwacht dat we thuis blijven, in ons eigen huis. Dus we hebben besloten om daar dan maar een feestje van te maken. Je kan met ons kronen maken. We hebben allerlei inspiratiemateriaal voor je. En je hebt vast genoeg in huis rondslingeren, liggen, dat je ervoor kan gebruiken. Als je een paar oude kranten hebt en een schaar en een beetje plakband of een nietmachine, kom je al een heel eind. Maar misschien heb je ook wel wat gekleurd papier. Misschien heb je bubbeltjes plastic liggen of een paar oude sheets. Kan je van alles mee. Satéprikkers kunnen handig zijn. Je kan het zo gek niet bedenken. Wat we hopen is dat jullie samen jezelf even tot koning of koningin van je eigen koninkrijkje maakt. En dat jullie er een feestje van maken om die kronen te maken. Nou, als je nou naar de lespagina gaat, kan je kijken. Eerst naar de inspiratie en daarna rond gaan scharrelen voor materiaal. Of je maakt nu eerst even een rondje en je kijkt wat je in huis hebt. Kijk, stel bijvoorbeeld dat je papier hebt. Dan kan je met heel veel knippen, kan je daar gewoon een kroon van maken. Meer is het niet. Gekleurd papier en een nietje erin. En ik had een schaar nodig. En ik heb al die dingetjes heb ik omgekruld. Je zou bijvoorbeeld, als je bubbeltjes plastic hebt liggen. En hoe noem je dat? Zo'n L-mapje had ik nog. En ik had satéprikkers. Nou, ook dat kan een kroon worden. Tadaa. Koninklijk, nietwaar? Stel nou dat je nog zo'n zakje over hebt van de uien. Dan heb je een hele mooie voile voor aan je hoed. Misschien heb je nog wat lint liggen, een oude krant. Dus je kan het zo gek niet bedenken. En dan willen we je ook uitnodigen om, als je dan klaar bent, dan hebben we toch nog een beetje het gevoel dat we in heel Nederland samen feest aan het vieren zijn. Dat je een selfie van jezelf maakt. Met kroon en, als je dat wil, met onze koning Willem-Alexander. Doe je met ons mee? Je vindt alle informatie door op de link te klikken. En maak er een feestje van samen, zou ik zeggen. Veel plezier!